Nou, we hebben de afgelopen dagen gezien, weken zelf, misschien 2 weken, dat die koers steeds richting de 25 zit te schuren. Soms is hij ook over de 25 gegaan. Inmiddels zakt hij weer. Laat ons praten over een bandbreedte van 2 gulden, 2 SRD in dit geval. Dat moet zo spoedig mogelijk in controle worden gebracht, mevrouw Gayadino, want dat stoort niet alleen het handelsverkeer, maar dat stoort voornamelijk de prijzen van goederen. En we weten van waar tegen de regering van Suriname op dit moment leunt. We weten ook wat de Centrale Bank van Suriname, de regering, de deviezencommissie en de minister van Financiën, dus beide monetaire autoriteiten, bij elkaar zijn gekomen. Maar ik hoop in elk geval dat met de laatste maatregelen die getroffen zijn, ook door de deviezencommissie, maar ook door de Centrale Bank. En ook door de persconferentie die gehouden is door de Centrale Bank van Suriname, en misschien straks daarover meer, de rust wordt wedergekeerd. Ik hoop in elk geval dat de verschillende partijen die door de president zijn uitgenodigd, waaronder ook de cambiohouders, de bank, noem maar op, zich zullen houden aan de code of valuta conduct om ervoor te zorgen dat die koers niet boven de 25 gaat. Want we hebben allemaal een baat bij, belang bij, dat die koers niet boven de 25 zal gaan of moet gaan. Of moet die koers niet terug naar onder de 20? Zou ontzettend ideaal zijn, maar we moeten ervoor zorgen, mevrouw Gayadin, dat de oorzaken van een valutaverhoging, of laten we anders zeggen, koersverhoging als gevolg van valutaschaarste, dat het niet meer plaatsvindt. En daarvoor zijn er niet alleen, zoals vaker is gezegd, niet alleen de wisselkoersmaatregelen nodig, maar daar zijn ook de flankerende maatregelen voor nodig. En ik blijf benadrukken, ook in de commentaren die ik geef vanuit ABC, het gaat om het totaalplaatje wat we in de gaten moeten houden, van dat de economie van Suriname behoorlijk verstoord is met kwestie schulden, met kwestie van subsidies, met kwestie van wisselkoers, kwestie van ambtenaren bijvoorbeeld. En sta me toe om toch wel 4 kleine dingen aan te geven bij kwestie van wisselkoers. Vanaf de jaren 90 een probleem. Te veel import, te weinig eigen productie. Te veel personen zetten SRD om naar US, waardoor schaarste ontstaat. En schaarste veroorzaakt weer hoge koers van vraag en aanbod. En vooral deze 4 dingen van kwestie wisselkoers moet de Centrale Bank van Suriname managen. Dus het zou ideaal zijn om het onder de 20 te kunnen brengen, maar je moet dat bekijken tegen de achtergrond van alles wat te maken heeft om de economie te ordenen. Maar toch hebben die banken en waarschijnlijk ook cambio's heel veel US dollars cash, begrijp ik. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zit u helemaal niet verkeerd, maar dat is de omstandigheid welke is ontstaan. Waarbij vooral de cambio's een overvloed aan valuta hebben als gevolg van de marktpartijen, als gevolg van wat er dus beweegt. En daarom mijn ook commentaar vandaag dat de governor met zijn staf, indien mogelijk, regelmatig, 2 wekelijks, wekelijks, hoe kort het ook is, vertelt van wat er precies gebeurt op de markt. Vroeger hadden we ook nog de voorlichtingssessie. Welke gegeven werd door cambiohouders. Ik heb ze niet meer als zodanig gehoord. Niet in de publiciteit, althans niet uitgebreid. En ook niet de deviezencommissie, maar het werd tijd dat beide monetaristen en de deviezencommissie en ook de cambiohouders gezamenlijk vertellen van wat er gebeurt. We weten in elk geval van dat op dit moment, en zo is het ook gezegd, dat de oliemaatschappijen, mevrouw Gaydin, een rol spelen als het gaat om vraag en aanbod. We hebben het allemaal gehoord dat de oliemaatschappijen periodiek 4 miljoen US dollar nodig hebben. De cambio's hebben het wel. Maar als de oliemaatschappijen dat ook nodig hebben en de regering heeft het niet, en ze kunnen het niet geven vanwege de IMF-maatregelen, dan weten we van dus dat de koers omhoog kan gaan. Dus nogmaals, hoge rentes bij schuldeisers, dat is nog steeds niet opgelost. De regering doet haar uiterste best. Eerder aflossingen die van staatsolie die teruggestort moeten worden voor Oppenheimer, die hangt een beetje boven. Het gaat goed met staatsolie,
maar het is nog niet wat het wezen moet. Worden van de bankensector, ook aan de hand van de wet, en wat de mensen allemaal doen richting de klanten. Maar ook simpele dingen zoals een SLM of een persoon die huishuur moet betalen of een EBS die het nodig heeft. Dat is nog niet helemaal in controle. En we weten in elk geval wat gezegd is, dat niet geïnvesteerd is in de productiesector op een manier waardoor we meer exporten hebben. En daardoor heb je dat er een stukje ontevredenheid ontstaat. Lijkt op gewollig antwoorden wat ik geef, maar nogmaals, het schaakspel is niet alleen eentje van de politiek. Het schaakspel is ook eentje van dat de cambiohouders, de verschillende partijen, centrale bank en de monetaire autoriteiten echt bij elkaar moeten komen. En mevrouw Gijni onderschat het verhaal. Gebrek aan goed werkende controleinstituten. Van hoe controleert een centrale bank een cambio? Hoeveel gaat eruit? Wat komt binnen? Wat gebeurt er informeel? En onderschat het verhaal ook niet van de achterliggende corruptie, welke dus op de achtergrond steeds plaatsvindt, zoals we onlangs hebben gezien met die miljoenen fraude op financiën en centrale bank. Corruptie is geld dat van de staat is, dat steeds verdwijnt, of dat steeds verdwenen kan raken, kan verdwijnen of verdwenen kan raken als gevolg van slechte controleinstituten. En die situaties doen zich als risico nog steeds voor. Maar men denkt ook dat het door speculatie komt dat die koers plotseling vorige week zo hoog was gegaan en nu waarschijnlijk weer aan het dalen is. Speculatie kan een rol spelen, maar hoe is het mogelijk dat wanneer de partijen bij elkaar komen en met elkaar ook afspreken van dit zijn de maatregelen van de regering en dan zakt het weer naar 23 of 23,50, hoe is dat mogelijk? Dan wordt door het volk gezegd, maar waarom moest het eerst omhoog en vervolgens bij elkaar komen, dan een persconferentie en dan gaat het weer omlaag. Wat is er precies gebeurd? Dan kom je tot die analyse. En nogmaals, ik heb het vanaf het begin ook gezegd, ook hier bij het verhaal van de commentaren op het gebied van economie en finance. Als er een informele economie is, zoals ook op de persconferentie is gezegd, van te veel gartaal geld, contant geld. Als er wordt aangegeven dat de stijgende wisselkoers de centrale bank kopzorgen bezorgt, omdat zij beperkt wordt in haar handelen, door het programma dat Suriname is aangegaan met het IMF. Als wordt aangegeven dat het monetair beleid op het juiste pad is, maar er zijn te veel beperkingen, zodat er veel gartaal geld is, dus cash geld, dan weten we toch ook wat de oplossing is. En nogmaals, er is sprake van bandbreedte van een paar SRD's. Er zullen altijd fluctuaties zijn, maar het is ons allens ernst om echt daadwerkelijk over te gaan om vooraf en vroegtijdig de persconferentie geven, houden, vooraf en vroegtijdig de maatregelen bekendmaken en ook ervoor zorgen van dat de autoriteiten van de centrale bank alle gezamenlijke inspanningen pleegt om die mindshift tot stand te brengen. Want kapitaalvlucht, we kennen het, onderdeel van de speculatie. Mensen willen niet sparen en vergeet ook niet, mevrouw Gijdin, dat de protestacties welke gehouden wordt en welke ook een impact heeft in het buitenland, ook zorgt voor een stukje onzekerheid en instabiliteit. Dus ik hoop dat ook de leiders van de verschillende stakende organisaties, de mensen die protesteren, rekening houden met hun gedrag en houding. En dus dat ze niet ervoor moeten zorgen dat die koers Amerikaanse, dat de koers van de Amerikaanse dollar verder overgewaardeerd wordt, want anders draaien we in de vicieuze cirkel. Dus een oproep aan hun, aan al de mensen, om ervoor te zorgen dat ze zich houden aan een bepaalde gedrag, ook op het gebied van de economische barometer, zoals ik het nu schets. Maar de prijzen zijn heel erg omhoog gegaan, meneer Makka, de afgelopen week. Maar nu die koers omlaag gaat, gaan die prijzen ook omlaag? Dat is te hopen. Een uitdaging voor minister Kuldeep Singh. Maar als mensen hebben ingekocht tegen de hoge factuurprijzen, mevrouw Gijdin, dan gaan ze dus die prijzen niet omlaag brengen. Want dat is het verhaal van de administratie die gecontroleerd moet worden. Want als je voor 2500
de dollar hebt gekocht en je moet het verkopen voor 2300, dan gaan die oliemaatschappijen zeggen, we maken verlies. Dus dat gaat niet gebeuren, totdat je gaat moeten interveneren en moeten aangeven van, luister, inderdaad, je hebt niet gekocht voor 2500, maar je hebt 2300. Dus dat is het verhaal wat ik steeds schets. Centrale bank met haar 400 personeelsleden, iets meer, die moeten ervoor zorgen met de 20 cambio's, dat de 192.000 gezinnen of die 200.000 gezinnen die Suriname kent, met elkaar de juiste dingen afspreken. En nogmaals, ook in dit commentaar, mevrouw Gerdin, we hebben een barometer, economische barometer van Centrale Bank en Financiën. We hebben ook een soort thermometer op dagbasis, wat is de douanekoers en wat is de straatkoers. We hebben ook verschillende cambiometers die toch nog die boropassie-economie zullen hanteren, informele cambio's. We hebben ook nog de VES-meter, als ik het zo mag aangeven, die commentaar geeft en zegt van regering, let op jouw uitgaven en ga niet onnodige reizen bijvoorbeeld ondernemen. We hebben Roemer en Gijber Singh, bijna wil ik zeggen RA. En dat hebben we echt nodig in de economie. Roemer en Gijber Singh zou registeraccountant moeten zijn. Maar we zien dus dat het nog niet is wat het wezen moet. Er zit veel meer rek in dit duo om ervoor te zorgen dat die koers omlaag gaat of stabieler wordt. En we hebben ook nog de social media meter. Dat is dus echt fake, dat killend is. En we hebben vandaag dus ook niet alleen een IMF-meter die we steeds behandelen om aan te geven waar staan. We hebben ook dus met mij, met u, met iedereen de ABC-meter. Eén ding is belangrijk. Er is een geldstroom. En governor Roemer heeft gezegd, in die geldstroom is er een verstopping. Dus wel genoeg geld op de banken. Maar dat komt niet op de markt. Goede economie wordt gezegd, geld moet roleren. Gezinshuishoudens, bedrijfshuishoudens moeten tegen lage prijzen of niet hoge prijzen kunnen kopen. Valuta ook kunnen kopen. Al dan niet moet je dus daarmee uitgaven doen. En aangezien het gaat om geld van cliënten, ja, kunnen banken deze dollars niet vrij verkopen. En daarvoor heeft Centrale Bank van Suriname instrumenten voor om in te grijpen. En de deviezencommissie die regeling heeft ingesteld voor die kleine goudexporteurs, want zij hebben die inkomsten. Goed om dat te vertellen ook in dit commentaar. Zij, de goudexporteurs, vooral de kleine, die hebben exporten per jaar van ongeveer 800 miljoen. En je moet daarmee de regeling kunnen beïnvloeden. Dus simpel geanalyseerd. Je hebt olie money, Fusol en Co. En je hebt go-to money. Go-to heeft 800 miljoen. Sol heeft de vraag. Centrale bank is in het midden. Gebruik je instrumenten en je kracht. Ook als autoriteit om daarin te kunnen beïnvloeden. En dan kan het voor minister Kuldeep Singh wat makkelijker worden. Want waarop Suriname nu wacht, is een stukje KKV, zeg ik meestal. Je hebt koopkracht nodig. Erg, die eerste K. Koers, goede koers, tweede K. En dan komt die V van vertier erbij. En zo moeten we zien. En ook naar al de mensen die in feite de koers op stang jagen. Ervoor zorgen dat het steeds naar 25, 26 gaat voor de Amerikaanse dollar. Weet in elk geval dat we voorheen, en ik wil het niet hebben steeds over het verleden, de afgelopen 12 jaar, los van de 2 jaren van regering Santokki Brunswijk, maar de afgelopen 12 jaar, dat we een Mickey Mouse-economie hebben gehad, zonder de maatregelen die we nu kennen. En nu hebben we een soort powerhouse-herstructurering. Dus geen Mickey Mouse-economie, maar een powerhouse-herstructurering. En wat we nu zien, waarom die koers ook omhoog gaat, los van de factoren die ik heb genoemd, heeft te maken met fake-economie. U noemt dat mooi. Een stukje speculatie, onzekerheid. En de andere mensen, als ik het zo mag aangeven, de oppositiekrachten, de mensen die op straat komen, die hebben als slogan fake it till you make it. En ze blijven doorgaan en ze willen weer op straat komen. Maar ik kan de mensen geruststellen, heb vertrouwen in de economie en blijf vertrouwen hebben en kom niet met die stoorzenders. En daarbij moeten inderdaad Roemer en Gijber Singh, de RA van Suriname, wat krachtiger gaan werken. Meneer Makka, vanwege
wat communicatieproblemen. Moeten we dat interview hierbij laten? Anders komen we in de knoei met onze andere twee interviews. Wat vindt u van het bezoek van de Nederlandse premier aan Suriname? Overigens hoor ik dat dit bezoek niet doorgaat, maar ik weet niet of dat waar is hoor. Ik heb de officiële berichten niet gehoord, wat ik heb vernomen, dat het nog gepland staat voor de tweede week van september 2022. En als het niet doorgaat, so be it, dan hoop ik dat het later doorgaat. Maar als het doorgaat, zou ik iedereen in Suriname, alle autoriteiten, alle luisteraars, ook in het buitenland, waar ze ook ABC luisteren, echt op het hart willen drukken om die ruimte te bieden, zodat de minister-president van Nederland daadwerkelijk een goed en fijn bezoek kan afleggen. Er is heel veel te doen tussen beide landen, dat weten we allemaal. Makandra-project kan worden verdubbeld. We kennen de perikelen tussen KLM en SLM, met name de SLM-tickets, wat we afgelopen periode hebben gehad. We weten van hoe de gezondheidszorg hunkert naar meer steun vanuit Nederland, als het gaat niet alleen om de kinderafdeling van het academisch ziekenhuis, maar alle branches die er daarbij zijn. We weten dus wat er kan gebeuren, als ik het zo mag zeggen, als Mark en Chan elkaar ontmoeten, ook op een vriendschappelijke manier. Ik wil eigenlijk een beetje teruggaan naar de periode van oud-president Venetiaan met zijn technisch bijstandproject. Ik hoop van ganser harte dat in het derde jaar van Santokhi, dat we een goed technisch bijstandproject zullen hebben, transparant, zodat Suriname haar BBP, haar economie verder kan gaan ordenen. Goed bezoek, welke gepland is. En ik hoop van elk geval dat Suriname haar huiswerk maakt bij documentatie. En ik hoop dat alle ministeries ook ervoor zullen zorgen dat het raamverdrag van Nederland en Suriname niet alleen geëvalueerd wordt, maar geactualiseerd wordt in het voordeel. Vooral voor Suriname, want Nederland heeft veel te bieden. Niet alleen op het gebied van wat ik daarnet noemde, justitie, politie, brandweer, etc. Maar ook op het gebied van schuldensanering en vooral de landbouwsector. En zaterdag komt er een delegatie van de Tweede Kamer naar Suriname? Ja, dat hoorde ik ook. Tegelijkertijd weet ik ook van dat elk moment dat er hier in Nederland, mevrouw Geidien, gezegd wordt, een delegatie naar Suriname komt en ze gooien hem in de ether, dat er allerlei briefschrijvers en pseudo-intellectuelen allerlei appgroepen maken, mailgroepen maken, ook in Nederland, en sturen naar iedereen, nee, jullie moeten niet komen. En denk maar wat de mensen van de politiebond hebben geschreven van Mark Rutte, je moet Suriname in feite de les leren. Nou, zo wordt er ook gezegd van als de Tweede Kamer in Suriname komt, dan moeten jullie dit doen, dan moeten jullie dat doen. En dan wil men gaan demonstreren. Nou, laat me aangeven, misschien tot slot van dit gedeelte ook, en misschien dit interview. De mensen die protesteren, die hebben agenda om de maand september zoveel als mogelijk ministerie van Buitenlandse Zaken en haar facetten en de bezoeken van Tweede Kamer en de regering van Nederland destabiliseren. Hun brieven die ze schrijven, de apps die ze maken, hebben één enkel als doel om ervoor te zorgen, komen jullie niet naar Suriname, en als jullie komen, zie wat er gebeurt in Suriname, baby's gaan dood, dit is niet goed, dat is niet goed, wij zijn ontevreden. En elk maand pakken ze, mevrouw Gayadin, de oppositiekrachten, een bepaalde ministerie. Waren ze begonnen met financiën, miljoenen fraude kennen we. Deze maand is de maand van volksgezondheid geweest. Ook met het verhaal van de kinderen. En volgende maand gebruiken ze met name september om het enigszins te destabiliseren. Dus ik roep de Surinaamse ontevreden groepering op, de protest, mensen die protesteren. Het is van, hou op met dat ding, we maken ons belachelijk. Heel kinderachtig, Nederland levert alleen maar voordelen aan Suriname met behoud van identiteit. Ook de Tweede Kamer gaat een heel goed bezoek afleggen. En ook de regering van Nederland kan een goed gezond bezoek afleggen. President Santokhi is in staat om op een volwassen manier ook internationaal zijn mannetje te staan. Dat heeft hij gedaan. En laat ons alle ruimte bieden aan de mensen om ervoor te zorgen dat Suriname verder stabiliseert en niet destabiliseert. Dank u wel, meneer Makam. Hopelijk tot gauw weer, dan kunnen we die andere onderwerpen weer behandelen. Graag gedaan. Goedemorgen, werk ze. Dank u.